Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Beuningen heeft Jos Zwartjes, fractievoorzitter van de SP, dinsdagavond vrij onverwacht zijn vertrek bekendgemaakt. Aanleiding is zijn gezondheidssituatie. Zwartjes belandde in januari vorig jaar op de intensive care, naar eigen zeggen vanwege een zwaar herseninfarct. Na 2 maanden ziekenhuis en revalidatie in Dekkerswald kon hij weer naar huis. Zwartjes is ongeveer 50 jaar actief geweest voor de partij en was in Beuningen een bekend raadslid. Komend schooljaar start in Beuningen Focus, een nieuwe vorm van voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met ernstige leerproblemen. Dat maakte wethouder Alwin Steeg van de gemeente Beuningen dinsdag bekend. Focus is een leer-werktraject waarbij de opleiding nauw samenwerkt met lokale ondernemers, ouders en de overheid, oftewel de 4 O's in Focus. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar die vanwege hun leerproblemen na het basisonderwijs niet uit de voeten kunnen op het VMBO. Er komt opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels na een nieuwe uitbraak van vogelgriep. Ook in de regio Nijmegen moeten pluimveehouders hun vogels dus weer binnenhouden. Voor particulieren geldt een afschermplicht. De nieuwe ophokplicht is dinsdagmiddag gemeld door het ministerie van Landbouw. Onlangs werd de maatregel nog opgeheven. Inmiddels zijn er echter weer 2 nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Het meest recente geval in Edam-Volendam is de reden voor het ministerie om de ophokplicht weer opnieuw in te voeren. Het aantal passagiers van de 10 pontjes in het rivierengebied nam dit vaarseizoen fors toe, meldt exploitant Uiterwaarde. Samen hebben ze dit jaar zo'n 120.000 passagiers overgezet. Hiermee is het aantal terug op het niveau van voor de coronacrisis. Uiterwaarde zegt in 2023 een goed vaarseizoen te hebben gehad. In tegenstelling tot het jaar ervoor waren de waterstanden steeds hoog genoeg, zodat de pontjes het hele seizoen konden doorvaren. Dan kijken we nog even naar de berichten die op de sociale media zijn gedeeld. Gemeente Overbetuwe meldt dat ze vanaf deze week weer controles uitvoeren op de hondenbelasting. Hiervoor kunnen controleurs bij je langskomen. De hondenbelasting bedraagt dit jaar €70,60 voor de eerste hond. Heb je meer honden, dan komt daar een bedrag bij. Woon je in het buitengebied, dan geldt slechts de helft van het tarief. Hart van Beuningen vraagt in aanloop naar de Sinterklaasintocht van zaterdag nog even extra aandacht voor de lokale ondernemers. De intocht wordt namelijk gefinancierd door de ondernemers en winkeliers in Beuningen. De oproep luidt dan ook dat je je Sinterklaas inkopen niet online, maar lokaal moet doen bij deze winkels, zodat ook de intocht in de toekomst kan blijven bestaan. En tot slot viert NEC vandaag een feestje. De Nijmegen Eendracht Combinatie mag maar liefst 123 kaarsjes uitblazen. Ook namens RN7 van harte gefeliciteerd.